Weet je waar ik me nog steeds heel erg over verbaas, elke dag weer, is dat de natuur zoveel biedt waar je telkens gebruik van kan maken. En ik weet niet of jij al bezig bent om mensen te begeleiden in de natuur, of dat je voor jezelf eens iets uit wil proberen, maar die natuur is één bron van inspiratie. En zelfs als je al regelmatig werkvormen met je klant gebruikt, dan kan het nog zijn dat die ene werkvorm wel 20 manieren heeft om in te zetten. Nou, ik had pas zelf nog zo'n ervaring. Want ik gebruikte al heel vaak de werkvorm dat je iemand een cirkel laat maken. En met die cirkel, die je op heel veel manieren kan laten maken, al is het maar met stokken of stenen of in het zand laten schrijven, die kan heel veel ingangen bieden om een bepaalde vraag helemaal inzichtelijk te maken. Vandaag heb ik ook zo'n praktijkvoorbeeld. Ik was met Karel het bos in en op een gegeven moment liepen we langs een stuk hei en er was een heel, ja, best wel een breed pad. En ik vroeg hem van, kun jij voor jezelf eens een cirkel maken die weergeeft wie jij bent? Nou, Karel ging aan de slag en die zocht een stok en maakte op het pad waar we op liepen, dat was van zand, maakte hij een hele grote cirkel. Wat hij vervolgens niet deed, was er middenin gaan staan. En ik probeerde hem wat uit te dagen. Dus ik ging midden in die cirkel staan en ik vroeg hem: is dit jouw cirkel? Ja, dat was zijn cirkel, zei hij. En hij keek er ook zo eens naar hoe ik erin stond. Maar hij ging er niet zelf in staan. En ik moest hem daar toch wel wat op inprikkelen, zo van: goh, maar wat raar eigenlijk dat je mij in jouw cirkel laat staan en er zelf niet in gaat staan. En bleek dus dat het voor hem heel erg lastig was om erin te gaan staan. Hij wist wel wat zijn ruimte was, wat zijn plek was, maar hij nam het niet volledig in beslag. En ik heb hem vervolgens zo stapje voor stapje eerst bij mij laten komen staan, toen ben ik eruit gestapt. En zo hebben we kunnen spelen met die cirkel. Nou, dat was een mogelijkheid of een manier die ik nog nooit eerder gebruikt had, terwijl ik die cirkel al heel vaak ingezet had. Hele mooie werkvorm om daar eens mee te spelen. Ik wil je van harte uitnodigen, omdat dat wanneer het aan de orde is bij jou ook eens te doen. En het hoeft niet met de cirkel te zijn, maar neem een werkvorm die je al regelmatig gebruikt. Kijk eens of je hem ook nog op een iets andere manier kunt inzetten. Blijf dus uit de structuur en het vaste patroon van die cirkel of wat dan ook, moet op die manier gebruikt worden. Er zijn zoveel manieren mogelijk als je maar jezelf de creativiteit en de ruimte geeft om dit ook te onderzoeken. Probeer het eens uit. Heel veel plezier ermee.